Hi, Rianne hier van De Bewuste Powervrouw. Is er iets wat jij wil bereiken of wil veranderen, maar voel je dat er iets is wat jou blokkeert? Of is er een conflict of een situatie wat elke keer terugkomt in jouw leven? Ik weet als geen ander hoe het is om een blokkade te hebben waardoor het lijkt alsof je niet verder komt. Of hoe een les je kan achtervolgen totdat je hem echt helemaal hebt begrepen. Vandaag voor mijn energy interview ben ik bij een hele mooie vrouw, Sandra de Vos. Zij doet hele toffe dingen en zij helpt mensen om hun blokkades te begrijpen en om daar doorheen te leven. Dus hier is Sandra, welkom. Hoi. Heb ik dat een beetje goed in twee zinnen? Ja. Ja? Ja. Ja, want eigenlijk achter een blokkade ligt de vrijheid. Ja. Dus als je het gevoel hebt dat je ergens vast in zit en je beweegt daar doorheen, dan ligt daar vrijheid. En dat is waar we allemaal naartoe willen, toch? Ja, absoluut. En dat is waar jij een hele bijzondere rol in kan gaan spelen bij mensen. Ja, ja, ik geef energetische sessies waarin ik het meest blij word om mensen weer hun eigen levenskracht en hun levenslust te laten voelen. En om daarbij te komen, verbind ik me met je onderbewuste. En dan word ik een soort onderzeeër. En dan ga ik met een cameraatje rondkijken wat er in je onderbewuste allemaal borrelt. En wat eigenlijk heel graag de ruimte wil krijgen. En door middel van horen, ruiken, zien, voelen, proeven, ervaar ik dat. En dan kun je me zien als een soort spreekbuis. En dan geef ik daar woorden aan. En dat wordt dan een metafoor. En dat is als het ware de taal van jouw onderbewuste, wat die wil kwijt wil, wat die wil zeggen. En op die manier kunnen oude energieën, blokkerende energieën, kunnen lucht krijgen. Zodat je uiteindelijk weer dieper kan zakken in dat waar je levenslust en je sprankels bewegen. Wij hebben natuurlijk samen zo'n sessie gedaan eergisteren. En ik heb jou ook een vraag gesteld. Ik heb hier en hier moeite mee en ik heb het idee dat daar nu licht aan gegeven mag worden, dat ik daarop mag focussen. En wat ik zo super bijzonder vond, was vooral dat het helemaal niets te maken had met iets waar ik echt bewust wat mee kon. Zie je dat vaker? Ja, eigenlijk kan je het zo zien dat een bepaalde uiting in je huidige leven kan je een gevoel geven, ik kom niet verder, of er zit iets wat een beetje stroopt in plaats van stroomt. Maar met je mind kun je vaak bedenken van, ah, maar dat komt daar en daardoor, dat wil ik oplossen. Ja. Alleen dat heeft vaak nog veel diepere wortels. En daar kan onze mind niet meer bij. Die weet het niet meer, die herinnert zich niet meer, of die weet het nog wel wat er ooit is gebeurd. Maar daar heb je als het ware allerlei verhalen omheen gecreëerd. En om als het ware je mind meer een observerende functie te geven, in plaats van dat die helemaal zich identificeert met alle verhalen, dan kan je dieper en dieper en dieper zakken. En dan kom je uit op veel diepere wortels van iets wat een hele ogenschijnlijk andere uiting heeft. Ja, want eigenlijk waar wij bij terugkwamen was twee dingen, denk ik, dat we wel kunnen zeggen. Blokkade uit een andere tijd, een ander leven. Maar ook weer wortels die uit mijn familie voortkwamen. Mm-hmm. Ja, je kan als kind, dat is eigenlijk heel gebruikelijk, dat je als kind patronen van je ouders overneemt. En dan leef je als het ware ook een deel volgens een patroon van je ouders. Ja, dat is logisch, want dat krijg je mee. En je bent zo open, dus dat krijg je mee. En het leven is als het ware, zoals ik het zie, zo mooi om steeds meer los te koppelen van dat wat we onbewust gewend zijn geraakt. Maar waarin we dus echt werkelijk gaan kiezen dat wat helemaal bij ons past. Ja. En ja, dan zit je in die bron van creatiekracht.
En dat vind ik zo mooi. Dat we, als je ervan uitgaat dat je zelf de creator bent van je eigen leven. Maar echt. Dat je dus in een bepaalde situatie bent en je voelt je misschien niet helemaal fijn. Of je hebt, er zijn bepaalde prikkels om je heen waar je niet blij van wordt. Stress of iets dergelijks. Dat je op dat moment daar bewust van wordt. En even je realiseert van, ja wacht. Maar ik ben toch degene die mijn eigen leven creëert. Ik ben toch niet degene die naar de pijpen van anderen moet gaan dansen. Maar dat is wel wat we heel vaak gewend zijn. En door die switch te maken en op dat moment te kiezen van, oh ja, maar wat is mijn levensprankel? Waar word ik blij van? Ja, daarmee creëer je uiteindelijk eigenlijk echt een leven waar die jij bent. In connectie met je eigen kern. Ja, wat ik heel erg heb geleerd is dat, wat ik net al zei, ik ken genoeg zeg maar, lessen die terug zijn gekomen bij mij. En dat had voornamelijk al te maken met conflicten. En die kwamen eigenlijk altijd naar boven op het moment dat ik met een baas direct moest werken. Dat was echt een soort van ja, leiderschap, onderdanig conflict. Maar dat heb ik op meerdere plekken meegemaakt. Het is dus niet zeg maar van één baas. Dat kan zeggen van, oh, dat was van hem. En daar moest ik gewoon even mee dealen. Dat was echt een thema wat terugkwam. En uiteindelijk, toen ik inderdaad naar mezelf ging kijken. Van, oké, maar wie ben ik in deze situatie? En waar komt het vandaan dat ik zo reageer? Ik zelf ook misschien de confrontatie opzoek. Wat is er waardoor ik zo geprikkeld word door deze persoon? En doordat ik daar echt naar mezelf ging, loste het opeens op. Ja, daar word ik dan zo blij van. Ja. Want dat, we kunnen heel makkelijk zeggen het komt door de ander. Maar iedereen die op ons pad komt, die heeft ons iets te vertellen. En op het moment dat we super blij worden van die persoon, nou, dan is dat gewoon heel fijn en stroomt dat lekker. Maar op het moment dat je ergens een spanning voelt opkomen in jezelf, bijvoorbeeld doordat je je onderdrukt voelt, ja, dan is er dus ergens iets in jouw systeem die blijkbaar vindt dat diegene waarvan jij voelt dat die persoon jou onderdrukt, oh, dan geef je die blijkbaar dus meer kracht dan jezelf. Ja. En op het moment, dan nodig je op die manier eigenlijk jezelf uit van, hé, wacht, hè, maar we zijn toch allemaal gelijk? Dus, oh ja, dan mag je dus meer en meer dus inderdaad in je kern meer gaan voelen. Ja, mooi. Ja, ik vind dat soort dingen echt zo mooi. Dat je eigenlijk gewoon de problemen die je tegenkomt, dat als je daar echt je verantwoordelijkheid voor neemt, dat je het kan omturnen in iets moois. Ja, en dat is waarom ik zei net dat ik daar zo blij van word als je dat zo vertelt, want daar gaat het om. Want we hebben alleen maar die verantwoordelijkheid voor onszelf. Ja. En iemand anders die kan wel iets doen, maar het is hoe wij ermee omgaan. En als je dat op die manier echt jezelf observeert, hoe ga ik hiermee om, wat kan ik hiermee doen, dan trek je als het ware het leven weer naar je toe. In plaats van dat je je mee laat bewegen door van alles en nog wat. Ja. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Hoe ben jij op dit pad gekomen? Ik kan me voorstellen dat je niet als 5-jarig meisje zei van, wat wil je later worden? Van, nou, ik ga energetische sessies geven, mevrouw. Nee. Hoe is dat zo gegroeid? 7 jaar geleden, toen was ik marketingmanager. En toen kreeg ik een burn-out. En ik kon bijna niet meer lopen. Dus ik was gewoon volledig over mijn eigen grenzen heen gegaan. Super enthousiast was ik met de dingen die ik deed. Alleen ik merkte dat ik veelal leefde volgens wat handig was voor de situatie. In plaats van wat voor de buitenwereld. En ik had het heel erg naar mijn zin. Maar in plaats van dat ik daarbij ook nog een connectie hield met waar heb ik zin in. Dus in plaats van te vragen, wil je bloemkool eten vanavond? Terwijl ik eigenlijk zin had in boerenkool bijvoorbeeld. Ja. Dan ging ik altijd uit van wat de ander fijn zou vinden. En toen kwam ik erachter tijdens die burn-out van, wow, wacht even. Hier is wat meer gaande dan alleen maar te hard gewerkt, bijvoorbeeld. Mm-hmm.
toen ben ik aan de ene kant met raw food begonnen. Ik kwam daarmee in aanraking en toen wist ik meteen van, hey, wow, dit gaat mij echt levenskracht geven. Raw food is eten wat niet wordt verhit boven de 42 graden. Dan blijft al die levenskrachten nog in behouden. Dit is heel kort. En het is echt super lekker. Ja, ook trouwens hier. Kijk, dit is er dus één. Ja, dit zijn eigen gemaakte hartjes van chocola. Met, met wild orange olie en kardemomolie erin. En dit is dus echt voeding voor de ziel, laat ik het zo noemen. Chocola, voeding voor de ziel. Dus, ik ging met raw food kwam ik in aanraking. Daar ging ik helemaal mee aan de slag. En op die manier schoonde ik echt mijn lijf op. Want oude emoties en onverwerkte energieën, die gaan zich vastzetten in je lijf. Mm-hmm. Dus dat vormen dan gifstoffen. En daardoor kan als het ware de energie niet helemaal vrijuit door je lichaam stromen. Dus dat deed ik. Maar tegelijkertijd begon ik met schrijven. Een vriendin had ooit gezegd, joh, je moet eens geïnspireerd gaan schrijven. Toen dacht ik, ja, maar dat kan jij, dat kan ik niet. Dus ik had geen idee. Ik dacht, nou, ik heb toch niks anders te doen. Dus ik pakte mijn dagboek en ik ging schrijven. En ik begon met schrijven als gewoon, nou, dit is wat ik voel in mijn lijf. Ik heb last van mijn hart en ik voel dit en ik voel dat. En dan begon ik te schrijven en opeens merkte ik, hey, achter die emotie of achter die pijntjes bijvoorbeeld in mijn lijf, wat ik op dat moment heel erg had, kwam een emotie naar boven. Ja. En toen kwam ik erachter, aha, dus deze emotie die wil ruimte krijgen en die is bereikbaar doordat je meer aandacht op je lijf vestigt. Dus toen ben ik gaan schrijven, heel veel gaan schrijven. Dat heb ik gemiddeld 3 uur per dag, 7 jaar lang gedaan. En soms dagen, nachten achter elkaar. En maar wat ik merkte was, doordat ik dat op die manier deed, kreeg een emotie en oude energie, ik kreeg de ruimte. En eigenlijk kan je het je voorstellen als een klein meisje en je bent gevallen. En je hebt een schram op je hoofd. Dan huil je 10 minuten en dan zegt je vader of je moeder of iemand die zegt, weet je, ik begrijp waarom je nu hebt gehuild, maar kom, we gaan weer door met spelen. En dan denk je, oké, ik moet weer gewoon lang los. Maar je hebt 50% niet uitgehuild. En die stop je als het ware in een jaszak. Nou, en zo heb je natuurlijk in de loop van je leven allerlei van dat soort situaties, waarin je niet helemaal uit wat op dat moment voelt. En door dat schrijven geef je als het ware dat kind, gaf ik als het ware dat kind, mijn innerlijk kind, die nog niet uitgehuild was op iets, gaf ik de ruimte om die laatste 50% uit te huilen. En zo kwam ik erachter, wow, daar waar ik het doodeng vond om in publiek, voor publiek te spreken, bijvoorbeeld over een onderwerp wat niet per se heel gemiddeld gebruikelijk was, werd ik daar steeds gemakkelijker in en voelde ik me daar steeds meer op mijn gemak. Maar ook allerlei andere dingen waar ik heel bang voor was, dat raakte steeds meer weg. En toen dacht ik, dit werkt. En toen, terwijl ik inmiddels mijn raw food bedrijf was begonnen, wist ik, maar die sessies, dat energiewerk, dat is wat uiteindelijk echt helemaal gaat gebeuren. Nou, en toen, een jaar geleden was ik op Lesbos. En daar heb ik echt gevoeld om vrijwilligerswerk te doen voor de vluchtelingen. En daar heb ik echt gevoeld wat het is om onvoorwaardelijke liefde te laten stromen. Daarvoor had ik het ook wel gevoeld, maar daar was het gewoon een week lang mensen met allerlei verledens, geen toekomst nog, en duidelijke toekomst. En om daarmee te verbinden, en toen wist ik, nu is het de tijd, toen ik terugkwam. En toen heb ik mijn raw food eigenlijk zoveel mogelijk gestopt. Maar dat was eigenlijk al iets wat ik al 5 jaar deed, achter de schermen. Ja. Ja. Wauw. Ja. En ja, daar heb ik zelf heel veel reflectie op mezelf voor nodig gehad. En ik zie het ook als je de wereld wil verbeteren, of wereld wil helpen, of wereld blij wil maken. The only one to start with is yourself. En dat merkte ik wel toen ik op die bank belandde, want ik was altijd heel erg, ja, ik ga de wereld helpen. Ik kon geen ene bal. Ik zat alleen maar op de bank. En toen, dat was de eerste les, dacht ik, aha, dus vanaf nu is het elke keer, oké,
eerst helemaal terug in je eigen ontspanning. En vanuit daar kan je heel goed mensen helpen. Ja, dus wat heb ik nodig? Ja. Wat is er nu belangrijk voor mij? Ja. En als dat dan goed is op dat moment, dan kan je al dat moois eigenlijk weer weg gaan geven aan een ander. En het is dus niet zo van, oh, dus dan moet ik nog 10 jaar klussen aan mezelf en dan ben ik goed. Nee, het is als jij gewoon helemaal in harmonie voelt, nou, dan is het helemaal fijn. Maar op het moment dat ik heel veel boosheid en frustratie heb over de dingen die er in de wereld gebeuren, bijvoorbeeld, dan is dat voor mij een uitnodiging. Ah, dus ik ga eerst eens kijken waarom ik zo boos ben. Ja. En als ik vanuit harmonie naar de wereld kan kijken en naar mensen kan kijken, dan heeft dat veel meer, dan kan je veel meer verbinding creëren met iemand. Ja. En dan kan de ander, die voelt dan ook veel meer jouw verbinding. In plaats van als ik boos ben, dan voelt de ander, hè, maar ze is boos. En onbewust sluit die persoon dan. Dus het begint allemaal bij jezelf. Ja. Ja, dat is wel ook wat ik zelf heel erg merk. Nou ben ik wel heel erg benieuwd. Wij hebben zo'n sessie gedaan eergisteren. Maar wie komen naar jou toe? Wat voor mensen en wat voor problemen of uitdagingen hebben zij vaak als ze naar jou toe komen? Sommige mensen komen en die hebben gewoon zoiets van, ja, ik heb iets op Facebook gelezen over je of iemand gehoord, van iemand gehoord en ik moet gewoon bij je zijn. Ik weet niet waarom, dat kan. Maar er zijn ook genoeg mensen die iets voelen van, hey, er zit iets, stel je bent een radarnetwerk, er zit ergens een radartje wat een beetje stroef loopt of misschien wat gestagneerd is, maar kan er de vinger niet op leggen. Ja. Dus sommige mensen weten wel waar het mee te maken zou kunnen hebben. Maar in je eentje kun je een heleboel. Alleen soms is het gewoon fijn om een soort buitenboordversterker erbij te hebben. En om samen, dan creëer je een veel groter podium. Waar dat wat in je eentje nog wat weggestopt blijft, met z'n tweeën veel meer de ruimte krijgt. En het vertrouwen om zich echt te laten zien. Ja. En ja, dus het zijn thema's totaal uiteenlopend. Echt. En eigenlijk komt het er allemaal op neer van, ja, ik wil weer dichter bij mezelf komen. Ja. En ik wil graag meer weer de levensenergie voelen. En het geluk ervaren, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Ja, mooi. Nou, dan denk ik dat we hem daar mee gaan afsluiten. Fijn. Bedankt, heel erg bedankt voor het kijken natuurlijk. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En super fijn als je je inzichten, je reacties hieronder achterlaat natuurlijk. Sander, super bedankt dat ik jou mocht interviewen hier in jouw mooie huis. Fijn. En graag gedaan. Tot over 2 weken weer. Dankjewel.